Hij wordt gekscherend de nieuwe Bob Ross genoemd. De Nederlander Michael Schutte. 3 jaar geleden verruilde hij en zijn vrouw Els het drukke Nederland voor de rust en natuur van Canada. Ze begonnen er schilderlessen te geven en besloten die te filmen en online te zetten. Nou, wij spraken de succesvolle Dutchies via Skype. We will make round, soft movements with the corner of your brush. Met rustige stem en op Bob Ross-achtige wijze neemt Michael de kijker bij de hand. It's time to have some fun with a knife, so let's paint the tree trunk. Op een gegeven moment kreeg ik het idee van, goh, er zijn hier zoveel mooie, interessante punten. Als ik daar eens een topic van maak, zo noemen ze dat hier, en ik ga dat schilderen en er wordt iets verteld van het verleden. Ik haal er altijd weer een Dutch master bij. And this time it's a turn of Johannes Schotel. Mevrouw Els staat achter de camera. Ja, ik viel, ja. Ze moest wel. Ik moest wel, ja. Slowly I move around and around and suddenly there is a little hole. Michael's serie is ondertussen een regelrechte hit in Canada. De schilderende Dutchman kan al bijna niet meer gewoon over straat. Ze komen gewoon spontaan zeggen dat ze het een erg leuke televisieshow vinden. Ja, en u bent een schilder, ja. Toch ziet Michael zichzelf niet als de nieuwe Bob Ross. I'd like to wish you happy painting and God bless my friend. Het is compleet anders. Hij doet het echt in een half uur. Maar wij staan gemiddeld 3 uur te schilderen. Vandaar dat ik er ook meer een documentaire van maak, waarin geschilderd wordt. En goed nieuws, want Michael heeft net gehoord dat hij nog meer shows mag maken. Till the next time and keep on painting. Right. Nou, Michael mag dan wel beroemd zijn, maar er staan al genoeg mini Bob Rossen en mini Picasso's te trappelen om die penseel over te nemen.